Nou, oma en kleinzoon samen in de 12 voet jollen, hoe is dat? Leuk. Vorig jaar hebben we ook de steekweek gevaren. Dat is heel goed bevallen, toch? En toen zei ik tegen oma van, kunnen we volgend jaar weer de steekweek varen? Want ik vond het vorig jaar heel leuk. Ik woon zelf in België en ik zie mijn oma dan niet heel vaak. Dan is het toch een keer leuk om dan met haar samen te varen. Iets te doen samen, hè? Mm-hmm. Ja. En dezelfde vraag aan oma. Wat is het leuk om met je kleinzoon te varen? Nou, dat is toch een belevenis. Dat is een groot voorrecht dat je dat kan doen. En ja, je leert elkaar kennen. Je ontmoet elkaar in hele bijzondere omstandigheden. En samen sportief zijn en samen beslissingen nemen. Dat is hartstikke leuk. Ik vind het een feest. Mm-hmm. En dan de sneekweek samen, dus ook helemaal speciaal, denk ik. Mm-hmm. Dat is zeker, ja. Dat is natuurlijk een wereld, of tenminste nou wereldwijd, maar een nationaal heel bekend evenement. Vroeger, toen ik 20 was, kwam ik hier zelf ook zeilen. En dat was, vond ik zelf ook fantastisch. En nu doe ik het met mijn kleinzoon. Een belevenis, absoluut. Heel leuk. Ja.